Slaap, kameraden, likken die bloed. Pas, pas, pak je naar de didgeridoo. Stuur een mailtje, man en ik willen al toe. Goedenavond. Wij zijn Melchior Beversluis en Farreo T.A. Gieren. Welkom bij het nieuws van 5 voor 12. Bijna elke week weer nieuws, waar blijven we het toch halen? Dus, klik, deel, like de ding. Klik, deel, like de ding. En klik, deel, like de ding. Drie keer. Binnenland. Op de herdenking van de slag bij Waterloo, waar soldaten als kreeften langzaam werden gaargekookt, genoten hoogwaardigheidsbekleders van zandpasta, caviar, Bordeaux. Nam the Duke of Wellington dan toch het laatste woord en verklaarde zo: This memorial to the British soldiers at Waterloo is the first on this battlefield site. It is long overdue. Er zijn weer een paar symbolische poorten opengedaan en monumenten opgericht voor mensen die godverdomme 2 eeuwen geleden zijn doodgegaan. Leuk dat ze bij de VRT meer dan 5 minuten napraten over waar de nazaten daarna zaten. Yeah. Ondertussen zorgt de taxshift voor een sterk spelletje sociale wiskunde. Onderhandelaars geven geen garantie, lijken doofstom. Duimen dat het er voor de politieke zomervakantie doorkomt. En België veegt zijn deur uit schrik voor de loonkost. Kreeg Bruno tabak na een kwaak van de matrak op zijn bak? Nee. Maar hij kreeg wel een pakje voor zijn broek van John Crombeer. Touché. No hard feelings. Buitenland. De paus raadt naar goede gewoonte aan terug te blikken en in alle rust te bidden voor de massa vluchtelingen die zelfs tot hier willen fietsen om wegen te banen, hun leven wagen in de hoop geluk te vinden. Nuttig. Vinden. In Zwitserland controleert het gerecht ongeveer 700 miljoen A4-formulieren van de FIFA op mogelijke fraude. Dat is belachelijk veel. Echt waar? Ja. Dan zijn die morgen nog niet klaar. Wij wel. Dag.